Ontwikkelingshulp is geld van arme mensen in rijke landen voor rijke mensen in arme landen. Voorzitter, allereerst mijn complimenten aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij was voornemens haar initiatiefnota het Nederlandse bedrijven meer te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking en dat juich ik van harte toe. Ja 21 zegt ja. Om derde wereldlanden economisch autonomer te maken, moet ontwikkelingssamenwerking hand in hand gaan met nauwe handelsrelaties. Alle landen doen dat immers zo. Ontwikkelingssamenwerking kan zo'n verlengstuk zijn van onze economie en onze democratie. Landen in de derde wereld hebben baat bij de Nederlandse know-how over bijvoorbeeld waterbeheer en landbouw. Nederland helpt landbouw elders op te bouwen, maar helaas breekt het thuis weer af en ik betreur dat. Onze Nederlandse landbouwsector is duurzaam en exporteert naar de hele wereld. Deze sector draagt bij aan wereldwijde voedselzekerheid. De minister is vaak in het buitenland en zal daar veel spreken over de toenemende voedselonzekerheid wereldwijd en zeker nu Rusland de graandeal heeft opgezegd. En mijn vraag aan haar is de volgende. Wat voor reacties krijgt de minister in het buitenland over het Nederlandse stikstofbeleid en over het afschaffen van duizenden boerenbedrijven in Nederland? Begrijpt men dat? Kunt u dat uitleggen? Voorzitter, om het thema ontwikkelingssamenwerking zwermt een dichte mist. Transparantie ontbreekt vaak en vooral op financieel gebied. Ik ben dus blij dat de minister transparantieregels in haar beleid zal gaan opnemen. Ik juich dat toe. Lord Peter Bauer, ik weet niet of u die kent, de auteur van het beruchte boek The Lords of Poverty, die heeft ooit een typering gegeven van ontwikkelingshulp. Het is wel een tijdje geleden, moet ik u bekennen. Hij zei, ontwikkelingshulp is geld van arme mensen in rijke landen voor rijke mensen in arme landen. Daar zit een kern van waarheid in. Zo rapporteerde de VN-conferentie in zaken handel en ontwikkeling in 2020 dat per jaar circa 90 miljard dollar door Afrikaanse elites wordt weggesluist naar belastingparadijzen. Ik kan u vertellen waarom ze dat doen. Als ze worden afgezet, moeten ze een toevluchtsoord hebben, ze moeten geld hebben in het buitenland. Dus deze elites die dekken zich in. En dat komt natuurlijk niet ten goede van de Afrikaanse bevolking. 90 miljard dollar is een enorm bedrag. Sinds 2010 sluizen Afrikaanse elites ruwweg 1000 miljard dollar naar belastingparadijzen en de bekende landen, ik noem er maar even een paar. Dat is Angola, olie uiteraard, Egypte, Nigeria, ook olie en helaas ook Zuid-Afrika waar we een nauwe ontwikkelingshulprelatie mee hebben. Helaas moet ik zeggen. Afrika exporteert dus geld. En dat is een enorme economische aderlating voor het continent en voor de ontwikkelingshulp. En het maakt ontwikkelingshulp ook tot een soort van ontmoedigend, zo niet hopeloze exercitie, vrees ik. Als we dat zien, aan de ene kant gaan wij geld geven, aan de andere kant zien we dat de elites het geld wegsluizen. Het is misschien hetzelfde geld, maar ze zouden dat beter in eigen land steken. Daar komt nog bij dat de minister het budget voor ontwikkelingssamenwerking wil verhogen van met 300 miljoen in 2022 van 2022 naar 2024 en daarna in 2025 500 miljoen. Mijn vraag is derhalve, is de minister zich van de kapitaalexport door Afrikaanse elites bewust in de eerste plaats? En wat onderneemt Nederland om te voorkomen dat de extra honderden miljoenen euro's voor Afrika door elites worden weggesluist naar de Cayman-eilanden? Voorzitter, tot slot. China, we zien steeds meer dat China bedrijven in de Europese Unie opkoopt. In veel gevallen ook bedrijvigheid in geostrategische sectoren. Zoals onlangs de haven van Hamburg. Ondanks internationale kritiek ging bondskanselier Scholz overstag helaas. 1/3 van de haven komt toch in handen van China. Ook in Afrika koopt China bedrijven en infrastructuur op om grondstoffen naar China te exporteren. Daarom mijn vraag aan de minister. Hoe denkt de minister nog invloed te hebben in Afrikaanse landen met zichzelf verrijkende elites en met China als drijvende kracht?
Dank u wel, voorzitter.